guys, it's Vlogmas Day 18. Already! Het is nu al de 18e dag. Het gaat zo snel. Ik moet serieus nu over 6 dagen, denk ik, naar de tandarts. Blah. Ik moet een gaatje laten vullen hierbovenin, maar ik heb er geen last van ofzo. Maar ik heb nog, het probleem is, ik heb nog nooit een gaatje gevuld, dus ik vind het super eng. Echt, sowieso hou ik echt niet van de tandarts. Ik ben zo bang voor de tandarts. Echt niet normaal. Ik kijk de hele tijd daarheen. Ik ben echt super bang voor de tandarts. Maar goed, het gaat niet over de tandarts. Het gaat over... Ik ga deze neerleggen, voordat deze straks omligt. Ik ben al heel erg vroeg wakker. 8 uur. Ja, heel erg vroeg is het ook niet. Ik ben mijn eigen na 8 een beetje rustig en klaarmaken. Ik ben nu ook helemaal klaar. Ik moet alleen nog heel gauw iets eten. Of ik doe het wat later, dat kan ook. Ik zie het wel. En ik moet even mijn tanden poetsen, want ja, dat moet ook gebeuren. In ieder geval, ik ben zo vroeg wakker omdat ik mijn neefjes vandaag... Mijn neefje vandaag ga ophalen samen met mijn moeder. En die komt vanavond hier slapen. Dus er komt hier weer een luchtbed en weet ik wat allemaal. Zoals de vorige keer. In ieder geval heb ik ook mijn outfit aan. Ik vind het super leuk met die lampjes op de achtergrond. En daar en hier de kerstboom. In ieder geval, ik heb een blauwe broek, spijkerbroek jeans aan. Maar ik weet niet waar die vandaan komt, want die heb ik gekregen. Ik heb dit grijze shirtje aan. Deze mouwen zijn iets korter dan normaal. Maar dat vind ik op zich niet erg, want ik draag er gewoon een jasje overheen. Deze komt bij de CNA vandaan als het goed is. Ik heb gewoon mijn sieraden aan en hele simpele make-up op. Dan heb ik mijn zwarte laarsjes aan van de... Wauw. De Bristol volgens mij toch? Volgens mij de Bristol. In ieder geval die heb ik aan. En dan heb ik er een groene sjaal over. Deze komt bij de... Als ik het goed zeg is het volgens mij de Kruidvat. Maar dat weet ik niet zeker. Alleen ik zit altijd te kloten met die sjaals. Omdat ik nooit vind dat ze goed zitten. Goed, in ieder geval dat heb ik aan vandaag. En dan doe ik zo meteen mijn leren jasje eroverheen als jas. Want ik zit toch in de auto en zo. Dus op zich lijkt het me dat wel gewoon goed. Warm genoeg. In ieder geval, that's it. Dat heb ik aan. Ik ben zo verliefd op die lampjes hier. In ieder geval genoeg praat. Ik ga mij nu verder klaarmaken. En ik denk dat ik jullie dadelijk wel zie. We have fallen down again tonight. In this world it's hard to get it right. Trying to make your heart feel like... We zijn bij de Intratuin. En we zijn ook even bij de dieren aan het kijken. En Kevin is er. Het is hier open, echt waar. Oh, wat leuk. Hallo. Hallo. Ah, lief. Een paardje. Deze mag je niet vinden. Nee. Daar zitten er nog meer. Ja? Allemaal groen. Hallo, Patje. Hier zit een klein paardje. Echt? Hier zit een klein paardje. Ah, hoi, Patje. Hallo. Dat is een pony. Deze is geloof ik een beetje mee. Ja? Kijk eens, Kevin. Kevin, kijk eens wat hier zit. Zie je het hier tussen? Oh, een eentje. Oh. Ik denk dat het een beetje een zieke eentje is. Hi kipje. Dat is een grote formaat van Chicky. Muziek. Hoi geitje. En dat waren de diertjes. Kevin die is daar, we hebben hem net opgehaald. En volgens mij heeft hij er wel heel veel zin in. Hi
Nee, we kunnen hier ook niet langs. Oh, we kunnen via de kerstboom volgens mij. Ja, hier kan je er langs. Toch? Ja. Door de poort. Wat is dit allemaal, joh? Kom maar hekken. Hé, kijk nou, kippen loopt er. Kippen in het wild. Heel fijn. Nu zijn we ook nog mijn moeder kwijt. Toch? Ja. Dan moeten we mijn moeder ook nog zoeken. In de fucking grote intratuin. Dit is er echt niet. Ik heb hem, wacht even. Gevonden! Hi! Leuk? Ja! Zie je jou ook? Ja. Ja. Dus Kevin. Hi. Iedereen is naar de Mercedes gemocht. Yay. Goed, ik heb ze expres dicht gelaten, zodat Kevin ze open kon maken. Het is vandaag de 17e. Ja, dat is deze. Of 18 bedoel ik. Dus je mag 18 zoeken. Maak je het open? Dit duw je in. Zo. En dan trek je hem open. Okay. Zit erin. Kan je erbij? Ja. Oh, een geit. We hebben de geit. 18. Goed kijken. Deze, dit is al één deurtje. Dus die is open. Goed zoeken. Je moet heel goed kijken. Ja. Ja. Oh, zo. Oh, kijk uit. Oh. Is dit. Don't forget to be awesome today. Die is ook leuk. Is een nagellak. Ja. Allemaal. Ja. Wauw. Oh, die vind ik ook wel mooi. Ja, glitter. Glitter. Ik ben thuis, zoals je misschien zag aan de kalenders. Die is ook. Jij mag gewoon staan, maar niet uit. Ik heb die spreken aan het kijken op mijn laptop. Oh, wil je het laten zien? Je ruikt niet je vinger op de microfoon? Ja, laat maar zien. Dat is die aan het kijken. Oh. Even wat even laten zien. Ja, ik ben aan het editen. Als het allemaal wel lukt, tenminste. Het is vandaag de 18, dus ik moest de 17 editen. Ja, dat. Ik ben dus eventjes aan het werk nu. Ik heb nu eens even wat video's aan het kijken. En ik hoop dat ik dit snel af ga krijgen. Want ik had gisteren best heel veel gefilmd. Dus ik heb dik over een uur gevlogd. Dus ik moet echt serieus in een half uur of korter zien te krijgen. Dus dat ga ik nu doen. En ja, verder weet ik niet wat we vanmiddag gaan doen. Waarschijnlijk gaan we gewoon even lekker ons gemakje houden, denk ik, toch? Ja. Dat is. Goed, ik heb mijn kamer eventjes lekker gestofzuigd en allemaal schoongemaakt en weet ik dat allemaal. Kevin die was lekker aan het spelen net hier. Die is nu naar beneden gegaan om even lekker te spelen. Vind ik natuurlijk helemaal niet erg, hartstikke leuk. Ja. Ik ben heel eventjes mijn dingen, mijn werk nog aan het afmaken. En ja, dan ben ik
Dan ben ik er zo ook gewoon klaar mee. Ik probeer mijn oortje te pakken met één hand, maar dat werkt niet. Mijn nek, ik weet niet of jullie het gezien hebben, was vanmiddag helemaal groen door mijn sjaal. Dus ik moest net mijn hele nek gaan zitten wassen. Ja. Die sjaal ga ik dus ook niet meer dragen. Ik vind het echt wel prima zo. Ik ga zo lekker pizza eten. En Kevin is nu even beneden aan het spelen. Oh, en ik ben thuis. En jullie zijn denken, hè, thuis? Ja, ik ben net heel snel naar de Action gelopen. Die zit bij ons achter, bij Akkerhof. Die is heel ver lopen voor mij. 5 minuutjes ongeveer, 5-6 minuutjes. Ja, mijn... hoe heet dat? Mijn make-up doekjes en zo waren op. Dus ik moest nieuwe halen. Dus ik heb deze gelijk gehaald. Dit is trouwens van Essence. Daar kom ik nu echt net achter. Dus ik neem aan dat het gewoon best wel heel goed is. Ik denk dat ze echt wel heel erg goed zijn. Ik ga er zo vast ook gelijk eentje gebruiken. Want ik... Mijn gezicht die gaat wel heel erg snel irriteren in de avond en zo. Dus vandaar. Verder is Kevin beneden Freek aan het kijken. En ik ben... ja, een beetje aan het rommelen op mijn laptop en op mijn mobiel. Ik vind het altijd heel erg chill om gewoon 's avonds even lekker chill te zitten. En even gewoon lekker chill op Instagram te kijken en weet ik het waar allemaal. Ik wil binnenkort trouwens wel een zo'n screen protector erop laten zetten. Ik ben gewoon bang dat mijn scherm snel beschadigt. Ik wissel heel vaak tussen deze en dat klaphoesje. Dat klaphoesje vind ik op zich wel handig. Maar als ik dan echt vaak op mijn mobiel zit, als ik echt vaak bezig ben, vind ik dit toch echt 10 keer handiger. Dus ik zit te denken om of zo'n glasplaatje of een... hoe heet dat? Maar die glasplaatjes zijn nog 12 euro, dus dat vind ik nog best wel duur. Maar ja, ik kijk wel wat ik doe. Sowieso wil ik... Nou ja, ik zie wel. In ieder geval, Kevin is beneden Freek aan het kijken. De oven staat aan, we gaan zo pizza eten. En ik ben even de laatste ding aan het klaarmaken voor de video. En ja, hopelijk is hij dan ook snel online. Kevin krijgt het trouw niet uit, maar het gaat nu wel. Jawel! Goed, Kevin die is gedoucht en ik ben ook gedoucht. Ik ben even douchen, dus zodat de anderen geen last van het geluid hebben. Ik heb nu waarschijnlijk een oerwit gezicht. Dan komt die lamp hierboven. Ja, ik heb mijn gezicht ook lekker gewassen. Ik moet er alleen nog even make-up doekje over mijn gezicht halen. Maar ik ga nu even wat olie in mijn haar doen. En daarna ga ik lekker in bed liggen en video's kijken. Dus misschien is het een wat andere rare ending dan ik normaal doe. In ieder geval hoop ik dat jullie deze video slash vlog leuk vonden. Geef deze video een duimpje omhoog. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. En morgen gaat iets heel cools gebeuren. Ik heb even namelijk een iets met judo toernooi of zoiets. En in ieder geval, we zullen het vanzelf wel zien. En ik hoop dat het niet al te vroeg wakker wordt. Maar jullie zullen morgen allemaal zien in een nieuwe vlog. Doei doei!